1 mei is denk ik een historische dag van de arbeidersbeweging in de Verenigde Staten, ontstaan in 1888. Rond de 8-urendag. En het is van de georganiseerde vakbeweging en van de socialisten en marxisten al 135 jaar. En dus denk maandag overal in de wereld zullen er 1 mei optochten zijn. Maar het is een internationale feestdag ook, voor het internationalisme. Maar stoort het u dat iedereen het nu ongeveer viert? Nee, maar het is een linkse strijddag, linkse feestdag. Het is een dag van de arbeiders. Meneer Van Lommel mag het niet vieren morgen. Maar iedereen moet het maar doen. En men had beter dan 2 mei gekozen of 30 april gekozen. 1 mei is de dag van de linkse arbeidersbeweging, waar men traditioneel vanuit de mensen die het land groot maken, vanuit de arbeidersbeweging, een aantal eisen stelt. Dat is begonnen met de 8-urendag. Morgen op 1 mei, beter gezegd, gaat het ook over de vermogensbelasting en zo verder gaan. Ja. Dus men recht terug en men kijkt naar boven en men geeft hoop aan die georganiseerde arbeidsbeweging. Ja. Het is van de vakbonden en van die linkse beweging. Wat hebt u dan te zoeken? Ja, Melissa de Prater, uw voorzitter legde van de week de basisbaan op tafel. Mm. Voor wie 2 jaar werkloos is, opleidingen heeft gehad, die moet een baan aanvaarden. Zo niet, verdwijnt werkloosheidsvergoeding. Meneer Mertens, zet dat de deur open naar de beperking van de werkloosheidsvergoeding in de tijd? Ja, uiteraard. Hè. Dat is duidelijk dat dat daartoe gaat leiden. En ik denk... Het staat vandaag al, hè? Ik denk inderdaad dat er al heel veel mechanismes zijn om mensen te begeleiden. Men heeft ook bespaard bij de VDAB. De Vlaamse regering heeft nog eens 400 mensen op straat gezet bij de VDAB. Men zou daar beter iets aan doen. Maar als het dan gaat over knelpuntberoepen, hè, dan moet je ook aan naar de uitstroom kijken. Weet je dat bijvoorbeeld rond de zorg, de verpleegkundigen, 19.000 gediplomeerde zorg- en verpleegkundigen hebben het werk verlaten. Dus er is iets mis met de humanisering van de arbeid. Er zijn keiveel mensen die in de zorg, in het onderwijs en zoveel er willen gaan werken, maar er zijn ook heel veel die uitstromen. En dus denken wij, op 1 mei zouden we beter de humanisering van de arbeid, arbeidsritme en de verloning, laten we daar iets aan doen. Want je kan wel met een stok iemand naar het werk duwen, maar als het ritme en de draaglijkheid niet oké is, dan gaat men uitstromen. Nee, hoe kijkt u naar dat conflict bij de lijst, meneer Mertens? Ja, ik ben een aantal keren naar de piketten geweest van de mensen van de lijst. Dat is nu de 7e week op 1 mei dat ze in actie zullen zijn. En ik heb er gewoon ongelooflijk veel hardwerkende mensen gezien die hun ziel hebben gegeven voor dat bedrijf, voor de lijst. Die ook content waren en zijn dat ze daar werken. Maar ik begrijp als zij dan zeggen, oké, er wordt nu 1 miljard bespaard door die grote holdings achter de lijst. En we gaan 150 à 200 euro minder verdienen. We gaan extra flexibiliteit invoeren. We gaan de vakbonden min of meer uitschakelen. Er wordt gezegd dat ze sociale voorwaarden zouden kunnen behouden. Ja, maar dat wordt... Iedereen is er vrij... Niet. Nee, iedereen is er vrij duidelijk over dat met die franchisering uiteraard de vakbonden gaan uitgeschakeld worden en de arbeid omstandigheden achteruit gaan. En dan denk ik op 1 mei gaat het net over die humanisering van de arbeid. Want als wij een nieuw arbeidsmodel willen, meneer Lagarde, dan gaat het niet gaan om een arbeidsmodel uit de vorige eeuw. Dan gaat het niet gaan over hyperflexibiliteit en mensen heel gemakkelijk te kunnen ontslaan. Dan moeten we vooruit gaan. We moeten zorgen dat een baan genoeg inkomen geeft, dat een baan genoeg emancipatie geeft, dat mensen content zijn in hun job en niet naar die hyperflexibele sociale dumpingmodel waar we vandaag bij de lijst zijn. Dus ik steun de vakbonden daarin helemaal. Maar ik denk dat vakbonden soms het model tegenhouden om mensen echt nee, vakbonden hebben 135 jaar voor vooruitgang. Zouden en een systeem was. Ik denk als je nu bekijkt naar wat er bij de lijst gebeurt, de sociaal bemiddelaar is al 2 keer wandelen gestuurd door die directie. En je hebt dus eigenlijk een agressieve kapitaalgroepen, Ahold Delhaize en BlackRock daarachter, die gewoon zeggen, wij onderhandelen niet meer met de vakbond. Mm-hmm. En ik begrijp mevrouw Ulles en de vakbonden die zeggen van kijk, in zo'n conflict waar het over 9000 mensen gaat, moet men aan de tafel komen. En moet men... Dat gebeurt vandaag niet. Maar de agressiviteit van die grote kapitaalgroepen achter de lijst, die neemt steeds toe. En dat de vakbond dan zegt, laten we aan de tafel zitten. Dat is logisch. Maar laten we dingen zeggen. Nee, Mertens, voor jullie is het heel duidelijk. Het is zelfs de slogan van deze 1 mei. Tax the rich. Ja, ik denk de ongelijkheid is enorm toegenomen. Als je nu ziet dat in ons land 1% van de supervermogenden ondertussen een kwart van alle vermogen hebben, dan is die mythe van het egalitaire België, dan ligt die in scherven. En dus die 1% aanspreken met een echte vermogensbelasting, met een plafond van 3%, zou 8 miljard kunnen opleveren. En wij zijn het enige land, of een van de weinige landen in Europa, waar dat er geen belasting bestaat op financieel vermogen. Er zijn een aantal belastingen die bestaan op onroerend vermogen, maar op financieel vermogen bestaat dat dus niet. En dat is nodig. Want als je bijvoorbeeld minder belastingen wil voor de mensen die werken, en dat is ook nodig. Ja. Als je minder belastingen wil voor de mensen die werken, wie gaat dat dan betalen? Dat is de vraag. Gaat de sociale zekerheid dat betalen? Gaan de mensen dat zelf betalen? Wij zeggen, voer een vermogensbelasting in en dan kun je een belastingshervorming. Ja. Maar, dat is een coherent voorstel. Mertens... Wat heeft Vivaldi gedaan? Vivaldi heeft de accijnzen op energie verhoogd. Ik hoor nu dat minister Van Petegem ook binnen de Vivaldi-regering ook nog eens nadenkt om de btw-tarieven op melk, op eieren, op basisgoederen wil verhogen. En dus u hebt een discours van belastingverlaging, maar wat doet Vivaldi?
met de andere hand, met accijnsverhoging en eventueel btw-verhoging, om dat te gaan halen. En daarom denken wij inderdaad, het is niet de middenklasse die nog eens extra moet getaxeerd worden. Mm-hmm. Absoluut niet. Mm-hmm. En ik pleit niet voor een belasting op de 10% rijkste. Totaal niet. Ik pleit voor een belasting op de 2% allerrijkste. Dus om dat heel hard te limiteren en om daar een plafond van 3% te hebben. Ja. En dat is gewoon heel efficiënt om dat te kunnen doen, omdat er geen belasting bestaat vandaag op financieel vermogen.